Gefeliciteerd met de overwinning. Hoe sluit je nou voor je gevoel dit seizoen af? Ja, ik denk dat we uiteindelijk de laatste wedstrijd hebben gewonnen. Uiteindelijk 81 punten en ik denk dat we tevreden kunnen zijn met het seizoen. Was het moeilijk om jezelf en het team op gang te krijgen vandaag, als het toch voor het eerst sinds lange tijd is een wedstrijd waarvoor je eigenlijk niet hoeft? Ja, precies. Ik denk dat we afgelopen week natuurlijk nog steeds een beetje in de teleurstelling zaten. En dan is het wat moeilijk om op te laden voor zo'n wedstrijd. Alleen, uiteindelijk hebben we gewonnen en daar ging het om. Dan gaat iedereen ook praten over de toekomst. We vragen het elke keer aan je. Weet je al wat meer? We zijn 3 dagen verder. Ben je er al uit? Nee, ik weet nog niks. Dus ik moet gewoon even kijken hoe alles gaat lopen. En wat ik al zeg, alles op een rijtje zetten en dan kijken wat de beste optie is. Is het wel zo dat na de laatste wedstrijd, de voorlaatste wedstrijd bedoel ik, dat het misschien meer in je hoofd is gaan spelen omdat je eigenlijk wat rust hebt? De stress is er vanaf. Je gaat er misschien wat meer mee bezig zijn. Alleen, wat ik al zeg, nu is het seizoen klaar en nu gaan we kijken wat de opties zijn en hoe verder. Je hebt een contract getekend, hè? Zagen we allemaal. Ja, dat was een mooi gebaar van de fans en dat is het minste wat ik terug kon doen. Wat voelde je net eigenlijk bij het uitvak? Jullie gingen even erheen, uitsupporters staan daar, jouw supporters. Wat voel je dan? Ja, gewoon, ik voel me gewoon thuis bij hun en hier en in het PSV-stadion ook natuurlijk. Dus het is altijd een warm gevoel. Merk je daar misschien nog teleurstelling, boosheid of toch, we hebben 81 punten, zo slecht is het ook weer niet? Nee, wat je zegt, zo slecht is het niet. Alleen natuurlijk willen we kampioen worden en is dat niet gelukt, dus dat is wel een teleurstelling. Wat ga je nou als eerste doen? Lekker chillen. Nog een etentje toch? Afscheidsetentje begrijp ik. Ja, eerst dat met het team, dan lekker chillen. Succes daarmee. Ja.